Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Compagne. En vandaag ga ik jullie voorlezen uit het boek De meest angstaanjagende wezens ooit. En we gaan lezen op bladzijde 42 in het vroege Jura van 206 tot 180 miljoen jaar geleden. Zo, dan gaan we dichterbij en dan kunnen jullie beter lezen en ik ook. Goed, we gaan het hebben over kuiven. De twee kuiven waren half rond van vorm. De twee kuiven, die waren half rond van vorm en heel licht. Tanden. Dit zijn de tanden. Dat weet jij ook. Dat weten jullie ook wel, maar ik ook maar. Voor de duidelijkheid. De tanden van de Dilophosaurus waren scherp, maar klein en smal. Een grote tand in de onderkaak paste precies in een inkeping in de bovenkaak. Huid. De Dilophosaurus had waarschijnlijk camouflagevlekken. Zo, even de camera naar beneden. De staart. De slanke staart was even lang als de rest van zijn lichaam en hield de Dilophosaurus in evenwicht tijdens de jacht. Achterpoten. De lange slanke achterpoten waren typerend voor een hardloper. Dan hebben we nog voorpoten. Zo. De voorpoten. Deze waren 20 centimeter lang, met 3 geklauwde vingers en een duim om een prooi stevig mee vast te houden. Dit zijn dus voorpoten. Voor degene die dat nog niet wisten, want voor je het weet was het handen. Voor je het weet waren het handen. Goed. Deze snelle moordenaar met 2 grote kuiven op zijn kop veroorzaakte paniek onder vreedzame plantenetende dinosauriërs. De Dilophosaurus was slank, bewegelijk en gebouwd op snelheid. Hij rende veel harder dan de meeste andere dinosauriërs uit zijn tijd. En hij kon met zijn voorpoten en voeten kon hij met scherpe klauwen het zachte vlees van zijn slachtoffer gemakkelijk verscheuren. Wetenschappers weten niet zeker waarom
de Diloposaurus, die twee bijzondere benige kuiven op zijn kop had. Ze waren bijvoorbeeld veel te zacht om in een gevecht intact te hebben. Maar misschien werden ze door mannetjes gebruikt als ze vrouwtjes het hof maakten of rivalen te intimideren. Even de camera naar beneden. Wist je dit? Toen fossielen van de Diloposaurus voor het eerst werden gevonden, dacht men dat ze van een soort Megalosaurus waren. Pas toen een dubbele kuif was gevonden, bij beter bewaarde resten, werd de Diloposaurus herkend als een geheel andere dinosaurier. Een verwant van de Diloposaurus, de Coulopsis, was ook een hardloper, een hardlopend roofdier. Honderden skeletten van deze dinosaurier werden in 1947 in New Mexico gevonden. Dat suggereert dat ze, net als de Diloposaurus, in groepen leefden en joegen, waardoor ze zeer grote prooien konden vangen, groter dan zijzelf. Nou, wat gevaarlijk, hè, klinkt dat. Hoe groot waren ze? Staat daar. Dat goudgele poppetje, dat zijn wij mensen. En dit is de Diloposaurus, zo kunnen we zien hoe groot ze waren. Goed. We nemen een verhaaltje door. Een jong mannetje smult van het vlees van een pasgedode planteneter. Een groter, sterker mannetje komt dichterbij. Zijn grotere, felgekleurde kuiven laat zien dat hij ouder en dominanter is dan het jonge mannetje. Hier, kijk. Grotere kuiven. Kleinere kuiven. De nieuwkomer komt op het karkas af. Hij brult tegen zijn rivaal en buigt zijn kop om de grootte en kleur van zijn kuiven te laten zien. De jongere dinosaurier durft het gevecht niet aan en laat zijn vangst in de steek. Voor wie het plaatje wil zien. Gaan we nu weer verder lezen.
dinofeiten. De Dilophosaurus was maximaal 7 meter. Het gewicht ongeveer 500 kilo. Wat staat dat nog? Voedsel. Planten eten de dinosauriërs, dood of levend. Wapens. Naaldachtige tanden, scherpe klauwen, aan tenen en vingers. De naam betekent hagedis met twee kuiven. Ik ga nu voorlezen aan de rechterkant van het groene streepje. Resten van de Dilophosaurus werden in 1942 in een reservaat van de Navajo-Indianen in Arizona ontdekt. Fossielen die ook van de Dilophosaurus kunnen zijn in 1986 ook gevonden in het Yunnan-gebied in China door een team van het Kunming Museum. Zo. Dan gaan we de volgende video het hebben over de Dimorphodon. En die leeft